Die was goed, die was goed. Maar je trekt zo'n gezicht als je komt. Hoe doe je dat? Ik dacht dat was. Wie dan? Je is zo'n stuk van het goal af, hè? In de afgelopen jaren heb ik verschillende gasten mogen ontvangen voor dit programma. Echter is het zo, ik heb nog niets geleerd. Daarom ga ik in dit splinternieuwe seizoen op zoek naar iemand die mij kan leren voetballen. Dit is Nu in het Voetballen. Hallo, ik ben Ruben Kluivert. Ik speel bij Jong FC Utrecht en ik ga Nino vandaag leren koppen. Perfect. Oké, weet je wat het is jongens? Nieuwe week, nieuw gast. Ruben Kluivert, mijn broer. Veel van jullie hebben erom gevraagd. Ik ga leren voetballen van hem. Hij is al bezig, dus laten we gaan kijken wat hij voor mij in petto heeft om mij te gaan leren. Moet ik zo doen. Hoe is het? Lekker. Wat kan je mij vandaag nou leren? Kan je wel leren koppen als je wilt. Koppen? Ja. Ik heb ooit gedaan, echt een aflevering 2 met Veldman, Joel. Gewoon die vorm. Kijk eens. Okay. Nou, dit is natuurtalent hoor, Rijs. Je bent natuurlijk begonnen bij AFC. Nee. Waar dan? Bij de Dijk. En daarna naar AFC. Ja. En nu natuurlijk Utrecht. Hoe kwam dat ineens? Ik had echt zin in een uitdaging. Gewoon echt hard trainen, hard voetballen. Gewoon wedstrijden dat ik helemaal kapot ben. Maar dat had ik niet bij AFC. Stel je voor, ik kwam maandag niet. Ik stond zaterdag weer basis. Ja. En als ik maandag niet kom trainen bij Utrecht, dan sta ik echt geen basis. Dan kan ik dus vergeten. Utrecht is veel strenger. Ja, ik wil gewoon verder nu. Ja. Nu is ook een goede leeftijd. Ik was 16 toen. Dus goede leeftijd om gewoon nu de volgende stap te zetten. En ja, toen kwam ik bij Utrecht. Nou, jij bent natuurlijk verdediger, dus ik vind het wel leuk om een verdediger te doen. Je moet goed naar de bal blijven kijken. En hij moet niet op je neus komen. Dat is niet goed. Maar kan ik ook zo? Zeg maar. Ja, dat hij. Ja, gewoon op het hoogste punt dat je kan springen, moet je hem zeg maar wegkoppen. Want je moet hem winnen van de tegenstander eigenlijk. Maar moet ik hem eens naar jou gooien dat jij het voordoet? Hoe is het met je voetbal in deze coronatijd? Nou, we hebben lang rust gekregen. 2 maandjes, 3 maandjes. Ik ben ook zomaar een paar kilo's aangekomen. En ben je dan nu ook wel aan veel zeg maar, aan het trainen in de sportschool of in je eentje op het veld? Van Utrecht krijgen we programma's binnen via app. We hebben zeg maar, onze chip, onze zender, hebben we meegekregen naar huis. Maar wat voor zenders zijn dat dan? Zit dat in je hoofd of zo? Nee. Wat dan? Heb je zo'n hesje om. Ja. En dat zit je dan in dat hesje en dan zet je hem gewoon aan en dan ga je lopen. Je moet naar de bal blijven kijken, hè? Niet dat hij op je neus komt. Nee, oké. Ik ken de bal. Was het weg of was het weg? Ja, het was weg. Het was mijn weg. Hele hoofd ging heen en weer, joh. Probeer nu op mij te ja, oké. Okay. De teer... Mag ik niet zeggen. Maar je moet hem hier raken, hè? Ja, je moet of op je voorhoofd. Op je voorhoofd, anders doet het pijn. Nou, mijn voorhoofd is ook niet heel chill, maar oké. Die was goed, die was goed. Maar je trekt zo'n gezicht als je kopt. Je moet even zijn gezicht filmen. Maar even serieus, hij gaat wel in je handen, hè? Ja, hij gaat wel goed, je kopt hem wel goed. Maar nu, we gaan proberen over te koppen. Dus het gaat wat sneller steeds. Nou, dit wordt wat. Oh mijn god. Zo, 10. Hoeveel was dit dan? 7 of zo? Ja, dit was 7 zo, maar ik ben hem aan het draaien, joh. Hey, je bent natuurlijk verdediger. Is dat altijd jouw droom geweest? Ja, ik vond het zeg maar altijd leuk om wel een duel aan te gaan en gewoon de bal veroveren, zeg maar. Heb je ooit wel eens een blunder gemaakt in het veld? Ja, een eigen doelpunt. Eigen doelpunt? Ja. Wat gaat er dan door je heen? Je voelt je zo kut. Ja. En dan komen teamgenoten die je troosten van en dan denk je van nee. Maakt niet uit, terwijl het wel echt uitmaakt, ja. Zeg maar. Ik weet dat het wat uitmaakt, dus ja. Maar daarna moet je gewoon weer in de wedstrijd toe leven, zeg maar. En dan lukt het wel weer, hoor. 1, 2, 3. Nee, ik moet lachen van je gezicht. Ja, maar ik doe mijn ogen dicht net voordat het gebeurt, zeg maar. Oh, maar ja, nu is die bal nat. Nou, maakt niet uit. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Nee, dan gaat dit nou zo lang duren, 10 keer maar. 1, 2, 3. Godsamme, dit moet toch niet zo moeilijk zijn? 1, 2, 3, 4. Mijn god, heel goed. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Ja. We hebben het hier gehaald, hè? We hebben wel. Je vader voetbalt. Ja. Dan heb je natuurlijk Justin. Nu ben jij. Voel je die druk ook zo? Ik doe gewoon mijn best. En als ze dat niet goed vinden, dan kan ik ook weinig meer aan doen. Hè. Denk je dat het zou kunnen, praktisch gezien, dat jij met Just en Shane in bijvoorbeeld één elftal zou spelen? Ja, zeker wel. Ik zou het echt persoonlijk heel leuk vinden. Ja. Ik zou echt denken van hoe het is gelukt. En wat is nou jouw droom nu als je kijkt naar over 10 jaar, waar wil je nou staan? In Engeland sowieso wel. Ja, Nederlands elftal natuurlijk. En wat spreek je dan zo aan bij de Engelse competitie? En ik ben verdediger, ik hou wel van een duel, zeg maar. Dus daar ben ik wel echt fan van. Ik had niet verwacht dat dit zo goed zou gaan, oprecht niet. Maar wat is nu? Nu? Ik wil je eigenlijk een klein voorzetje geven. Ja. Dat je me in de goal moet koppen. Dus jij geeft een voorzet en dan moet... Ja. Ben je op de fiets, Ruup? Ja. Ik pas niet. Ik ben een beetje eruit gegroeid. Gewoon een klein voorzetje. Kunnen we wel proberen. Nee, dat lukt me wel. Naar beneden, hè. Ja, maar niet te eerlijk, hard schieten, oké? Okay? Eerlijk spelen. Even een beetje... Nee, dan moet je erin lopen. Oh! Oh, Dien! Dat was hem! Dat was hem! Nou, ik heb vanavond een hersenschudding. Ik ben er niet gewend. Springen! Ja! Het is 3 meter hoog, schiet je. Oh, Dino! Hoe doe je dat? Ik dacht dat was Dino! Je is zo'n stuk van het goal af, hè? Gaan we het keer andersom proberen dat jij een voorzet geeft? Ja, maar ik een voorzet, Ruup. Oké, nu moet ik dus een voorzet gaan geven. Ja, ik vind het leuk dat bedacht van hem, maar... Ja. Hij moet hoog. Ja. Schiet hem nou eens hier. Okay. Dan ga je zien dat ik hem score. Oh mijn god. Oh, nee. Ik zeg het zeggen. Je moet wel je ogen open houden. Ja. Dat ligt hier niet. Hoe heeft hij het gedaan? Hij deed het op zich best goed. Maar hij heeft een beetje een probleempje. Als de bal te dicht bij zijn hoofd komt, dan doet hij zijn ogen dicht. Dat ziet er wel altijd heel grappig uit. Dat leidt mij zeg maar een beetje af. Maar hij deed het best goed. Hij deed het best goed. Maar vind je dingen moeilijk die je moet laten voor voetbal? Soms heb ik dat wel heel erg, dat ik het heel moeilijk vind. Kijk, voor een wedstrijd of zo zeg ik tegen alles nee. En dan slaap ik desnoods om 9 uur of zo. Want de wedstrijd is wedstrijd. Dan heb ik zeg maar maandag, dinsdag heb ik training. Dan heb ik maandag zeg maar een feestje, dan gaan we uit eten ergens. En dan wordt het weer 12 uur of zo, 12:30. Ja. Dan moet ik zeg maar tegen mezelf zeggen van ik ga om 11 uur weg of zo. Als het gezellig is, dan wil je natuurlijk blijven. Maar daar moet ik nog wel aan werken. Hey Ruup, wat is nou leuk om even als challenge te doen? Heb je wat? Ik heb wel een klein spelletje. Oké. Okay. Heet de floor is lava, maar voor de bal, niet voor ons. Je moet vanaf middenlijn, vanaf zeg maar het begin van die plas en dan die 5 meter lijn van het goaltje. Vanaf die 3 plekken moet je hem zeg maar in het goal krijgen zonder dat de grond aanraakt. Ik mag alleen mijn linkerbeen gebruiken. Oké, okay. ik ga eerst toch? Ja, tu gang. Oh! Domme nou. Wat is het nou joh? Ja, ik moet maar links, hè. Ai. Nee, je mag niet winnen van mij, hoor. Dat weet ik wel. Dan komt Utrecht even naar mijn deur. Oké, dus nu gaan we een stap verder. Ja, hier. Oeh. Dat is iets te zacht, niet? Hé. Hey. Oh, hey. Precies. Wat zegt de scheidsrechter? Ja, ik zeg goed. Oké. Okay. Ja, als ik hem maak, dan is het klaar, hè? Ja, dan is het klaar, ja. Oh, oh. Oh. Precies op je GoPro. Is hij kapot? No. Oké, nou wil ik het wel even afmaken, joh. Oh, mijn god, hoe doe ik dat? Kom aan in. Ja, het gaat gebeuren. Het gaat gebeuren. Nee, tot volgende keer. Ja, het is niet normaal dit hoor. Waar ging die bal helemaal naartoe, man? Oh nee, oh nee, oh nee. Ja, ik hoorde dat Nino wat langere afleveringen moest maken, dus hier alsjeblieft. Nee, man! Hier? Ja!
Nou Ruud, ik pas nou maar op, ik ga je nog inmaken. Ja! Ja! Ja, ja! Oké, okay, ja, eerlijk is eerlijk. Godspot. Lekker bezig, Ruud. Heb jij dat is gedaan? Maar één winnaar, hè? Oh mijn god, ik ben helemaal buiten adem. Ik ga een weekje vakantie. Ik heb voor mij weer het genoeg gesport. Nou Ruud, lekker bezig. Goed gedaan. Voor jullie thuis, onwijs bedankt voor het kijken. Vergeet ook niet te abonneren en een blauw duimpje achter te laten. Mocht je nou zeggen van, hey, dat is een leuke gast die jou ook wat kan leren. Laat dan ook even weten in de comments. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe aflevering van Nieuw Lid Voetballen. Doei! Daar.